Goeienacht, Cyber Robert. Goedenacht, Cyber Jos. Cyber Robert als in omdat we het van een afstand opnemen? Ja, we zijn niet. Ik zie jou niet in het vlees vanavond. Nee. Nee. Nee, ik ben geen vlees geworden Robert vanavond, dat klopt. Nee, nu is het vlees ook zwak, dus dat is misschien maar beter. Maar gelukkig is de geest wel gewillig. En daarom zijn we ook weer bij elkaar. Daar het vlees ons wellicht in de steek laat. Laten we ons niet weer houden van het opnemen van een nieuwe episode van onze podcast. En wij zitten hier bij elkaar, dan weliswaar digitaal, voor episode nummer 16 alweer. Ja. Het gaat hard, hè? Het gaat zeker hard. Twee tot de vierde. Doe maar. Ja. Nog één keer verdubbelen en we hebben 37. Ja. Heb je nog mij zien? Vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het alleen maar leuker worden. Ja, ja. Ja, vind ik ook hoor. Heerlijk. Echt genieton. Genieton, ja. Zeker. Wij nemen deze aflevering op afstand. En dat heeft niet met, te maken met quarantaine, zoals dat bij de vorige keer was aan de orde. Ja. Dat ik toen geveld was door corona. Te lange les. Ja, voor het eerst na 2 jaar, hè? Ja, deze Grand Vedette moest toen in de strijd tegen het virus toch zijn meerdere erkennen. Maar nee, de corona is helemaal verteerd. Nee, wat wij doen het als experiment, omdat mijn compagnon, Jos, grote, hoogogende ambities heeft. En wellicht toch ooit zijn lot overseas wil beproeven of opzoeken, of wellicht ook gewoon on the continent. Maar in ieder geval eventjes kijken of dit een beetje werkt. Dat we dan onze podcastavontuur wel voort kunnen zetten. Zelfs al bevindt Jos zich on the other side, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Dus laat vooral weten hoe het klinkt, lieve luisteraars. Ja, inderdaad, lieve luisterkinders. Voel je vrij, u weet ons te bereiken op de Insta en of nachtigmooi @gmail.com. Maar goed, without further ado, waar staat onze nieuwe episode van In het Teken? Ja, we gaan de druk opvoeren op prestatiedruk in hoge leeftijd. Op hoge leeftijd, op steeds maar hogere leeftijden. Absoluut. Absoluut. Ja, eigenlijk strikt genomen steeds vroeger geboren mensen. Ze zijn niet allemaal nog steeds in leven. Dat is helaas een realiteit met al mijn ouderen wordende mensen. Ja, maar dat hindert niet. Wel, nee, dat hindert zeker niet. Nee, want wij zetten de lijst voort waaraan wij aan noeste arbeid leverend 2 podcasts hebben gewijd. Te weten volgens mij nummer 12 en nummer 14. Nu dus met nummer 16 starten wij het derde luik van deze meerluikige podcast. En wellicht komt er nog een vierde luik. We weten het niet. We gaan zien hoe het loopt. Ja. Wie weet zijn we het al zat over 5 minuten. Maar ik denk het niet. Want volgens mij moeten we nog wel een aantal mensen de revue laten passeren. Of niet, Jos? Ja, dat gaat wel lukken, ja. Wij waren vorige keer geëindigd met Charles Aznavour. Weet je dat nog? Ja. Die 94 was en nog over de hele wereld op tour ging. Ja. 1 maaltijd per dag at. Nou ja, ja, bijzondere vent. Ja, per dag. Dat is me het meest bijgebleven. Er zijn veel mensen die zeggen dat goed voor je is. En nou ja, hij is in ieder geval 1 datapunt in favor of that theory. Inderdaad. Mooi gezegd. Maar... Ja. Die ook wel, ja, hij is helaas 5 dagen voor zijn 94ste verjaardag overleden. Dat zeg ik met pijn in het hart. Maar in Nederland heb je tot een paar jaar geleden hadden we de oudste nog werkende huisarts, Nico van Hassel. Er is een fantastische korte docu van hem op NPR Start te vinden. Hij was dus gewoon. Op zijn 92ste, daar zien die documentaire, 7 dagen per week aan het werk. Begon zijn spreekuur om 7 uur in de ochtend. Had zo'n 10 afspraken per dag. Waar hij bij mensen langs ging die veelal jonger waren dan hij zelf. Maar ja, dat was natuurlijk veel krakkemikkiger. En die is dus gewoon tot zijn allerlaatste adem, bijna 94,
praktiserend huisarts geweest met deze intensiteit. Nou, dat is toch wel echt heel bijzonder, vind ik. Ja. Kon ik niet ongenoemd laten in deze lijst. Nee, en het is ook echt, als je dit leuk vindt, is het echt een super cute guy. Nico van Hasselt. Ja. Zeker aan te raden om daar eens die korte documentaire van 12 minuten of zo, geloof ik, over te kijken. Hij is ons inmiddels ontvallen, toch? Hij leeft niet meer. Ja, helaas wel. Ja, dat gaat vaker gebeuren nu hogere leeftijden bereiken. Maar ik, ook al is hij er niet meer, dit werk doen op die leeftijd, zoveel, dat ja, ongelooflijk. Van wanneer tot wanneer leefde hij dus? Van 9:24 tot 18. Dus hij is 4 jaar geleden overleden. Wauw, zo, 9:24. Ja. 19 februari geboren en blijkbaar dan 14 februari gestorven. Ja. Fantastisch. Een wat beroemdere, ik weet niet of jij daar nog wat aan toe wil voegen. Dat werk op die hoge leeftijd bijvoorbeeld, dat is niet per se iets wat jou... Ik ben pas 30 en ik werk nu 5 jaar. En ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet of ik er nog 70 bij kan. Zo de knetters. Yes. En al helemaal niet om 7 uur 's ochtends beginnen. 7 dagen per week. Hoeveel en dagen? En dan had hij dus ook nog alles op orde, weet je wel. Dan kon hij al die patiënten, kon hij maar in zijn hoofd houden wie wat heeft. En wel wie welk medicijn nodig heeft. En wat de ontwikkelingen zijn. Nee, alles geloof ik nog met, volgens mij had hij niet eens een computer of zo, weet je, echt nog met alles met pen en papier. En misschien had hij niet eens e-mail inderdaad. Echt bizar. Hij heeft sowieso het grootste gedeelte van zijn leven geen e-mails of computers gehad. Nee, dus hij wist hoe het zonder kon. Hij wist hoe het zonder kon. Ja, nee, ik vind het echt waanzinnig. Echt fantastisch. Ongelooflijk. Echt gewoon nog dus 94 zijn en dan de iPhone launch meemaken of zo. Dus gewoon van de 1920s, Great Gatsby era, tot en met de iPhone. En zelfs iPhone, 7 of zo, ik noem maar wat. Ik vind het bizar. Nee, ik denk, ja, zoiets, ja, oké, okay, ja, zoiets. Ken je Apple producten? Ik bedoel, dat is dat... Nee, wat zeg ik, 4 jaar geleden, mijn iPhone is 4 jaar oud. Dat is een 10S, dus hij heeft de 10S zelfs nog meegepakt. Heb jij de 10S? Ik dacht dat jij de 10 had. Nee, ik heb de 10S. Nee, ja, je moet weer speciaal zijn natuurlijk, hè? 10, 10 speciaal. Ja, precies. Ja. Nou, je moet altijd even de kinderziektes eruit, hè? Dat weet je. Ja, precies. Ja, ja, dat klopt. Ik dacht Nico van Hasselt ook, maar dan zonder iPhone. Nee, ik vind het waanzin. Wat een verhaal, man. Trouwens, het is een Sneerlands trots, maar waar in Nederland kwam hij vandaan? Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Nee, geen idee. Dat kunnen we opzoeken, maar dat kunnen de luisteraars ook doen. Of gewoon de documentaire kijken, die zeer aan te raden is. Of Friesland, of Brabant, of Limburg. Ik proef geen Amsterdammer, als je snap wat ik bedoel. Of een Randstad persoon. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Even kijken. Amsterdam is hij gestorven. Oh. Oké, okay, sorry, never mind. En geboren? Hij heeft ook een flinke Wikipedia, zie ik. Oké. Okay. Hij had nog... Wow! Wat dan? In 12.007 had Van Hasselt nog 1700 patiënten. Nee, joh. En jaren later gaf hij nog steeds niet aan... Hij gaf nog steeds aan niet aan stoppen te denken. Dat is wat ik bedoel. Dus als die, ik weet niet waarom hij gestorven is. Het zal ik denk omdat hij oud is, te maken maar... hebben, denk ik. Maar als hij niet was gestorven, misschien is hij wel in slaap gewoon in één keer, pap. Dan was hij misschien nog zo 5 jaar doorgegaan, je weet het niet. Nee. Oh. Als hij dat gekund, had hij het gedaan. Ik vind het geweldig. Iemand met zoveel levensenergie, die nog zo in het leven staat, die dat doet. Onvoorstelbaar, wat een held. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Ik denk dat we even door moeten. Ja, dat denk ik ook. Wie is de volgende op uw lijst? Ik heb voor de natuurkundigen onder ons. Iemand die bij velen zeker bekend is. Die is ons helaas ook ontvallen. Maar ietsje minder lang geleden. Een jaar of 2.
Dat is Freeman Dyson. Die werd 96. En die is ook tot op, nou ja, misschien wel tot bijna zijn dood, wel bezig geweest met natuurkunde. Ik kreeg af en toe wel een beetje rare ideeën ook hier en daar, maar ik wil het vooral hebben. Misschien zijn die ook niet allemaal fout. Maar hij is ook bekend, hij heeft gewerkt met, in de jaren 40 met grote namen zoals Richard Feynman, John von Neumann en Robert Oppenheimer. Het Manhattan Project. Ja, mooi man. Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Okay. Hoe mooi dat project was. Maar nee, ja, goed. Dat is een heel, dat is weer een hele andere podcast. Wat daar de ethische bezwaren zijn. Yeah. In ieder geval, dan kunnen mensen hem een beetje plaatsen. Ja. Mensen denken misschien ook aan de Dyson stofzuiger. Dat is volgens mij een ongerelateerde. Het is in ieder geval niet van hem, voor zover ik weet. Maar wel van een andere man die Dyson heet. Wie weet is het wel familie, hoor. Maar dat... Ja, Dyson is niet een naam die ik verder vaak hoor. Behalve misschien, en dat zullen alleen de, ja, een beetje mensen kijken die graag naar koersgezaakt-achtige kanalen kijken. Of dingen over, over de ruimte en zo. De Dyson Sphere. De Dyson Ball, zeg maar. Dat heeft hij ooit bedacht. Hij dacht, als er nou... Als wij over duizenden jaren nog steeds bestaan en onze technologie blijft exponentieel groeien. Ja. Of er zijn andere aliens in, de, in het universum die al wat langer bezig zijn dan wij. Ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk, je wil zoveel mogelijk energie tot je beschikking hebben. Dat is een beetje de bread and butter van elke, elke samenleving. Waar haal je je energie vandaan? Van elk organisme zelfs. Ja. Wat zeg je? Waar haal je je energie vandaan, inderdaad? Ja, dat is de vraag. Ja, waar haal je je energie? Dat is vanaf dag 1 van het leven, is dat de vraag geweest. Ja, voor mij helaas ook dagelijkse realiteit. En ik ben nog niet eens vader. Laat staan als je vader bent, of moeder trouwens. Waar haal je je energie? Oké, sorry, ik onderweg. Ja, wij halen dat nu uit dinosaurusbotten. Vooral. En andere fossiele bronnen. En een beetje zonnepanelen natuurlijk. Ja. Op elke vierkante meter van de aarde waar de zon op schijnt, valt iets van 1400 watt aan energie. Ja. En ja, je zou op een gegeven moment, als je alle energie gebruikt die op je planeet valt, dan daar is ook weer een schaal voor bedacht. Dan ben je een Kardashev type 1 civilisatie. Oké. Daar zijn wij nog lang niet, maar we hebben een enige fractie daarvan, pakken we wel. Ja. Maar de volgende stap is, geloof ik, ik kan er één Kardashev-schaal naast zitten, hoor. Maar volgens mij is Kardashev-schaal nummer 2, als je alle energie van je eigen, van je host star kan harnessen, zeg maar, kan opvangen. Ja. Dus als je een gigantische bol van een soort van zonnepanelen om je ster heen bouwt, ja. Dan, en al die energie doorchannelt naar, nou ja, waar je het ook maar wil hebben, dan heb je pittig veel energie. Nice. En dan heb je natuurlijk wel de vraag van, ja, waar ga ik genoeg materie vandaan halen om iets dat zo groot is als een ster helemaal mee te ontwikkelen en zo. Nou ja. Hij zegt dus dat dat mogelijk is. Hij heeft daar vast aan gerekend. En het is ook misschien wel. Je kan ook al heel. Het hoeft niet een hele bol te zijn. Je kan ook een soort zwerm eromheen doen waar gaten in zitten. Maar dan vang je toch ook al heel wat op. Ja. Dus ja. Dat zijn gekke ideeën van. En hij heeft ook nog ideeën over hoe het leven is ontstaan. Die weer tegen de gebruikelijke ideeën ingaan. Dat, ja, we denken nu, de biologen van nu hebben het meestal over de RNA-world. Dat het is begonnen met een soort primitieve versie van het RNA-molecuul, wat een soort half DNA-molecuul is, de linkerkant bijvoorbeeld. En hij had er andere ideeën over, maar dat is helemaal vrij controversieel. Okay. Leuker is misschien nog dat hij ook bekend staat als The Rebel Without a PhD. Oké. Okay. Oh, hij is een van de, hij is ongeveer de enige grote wetenschapper, want hij was wel echt een grote wetenschapper. Dan zit je niet met Feynman, von Neumann en Oppenheimer in een kamertje na te denken. Ja. Die nooit gepromoveerd is. Oh, wat vet. Wat leuk. Dat vond hij gewoon niet vet. Dus er is nog ik weet niet waarom. Dus ik kan zelfs zonder gepromovander te zijn ook even doen alsof ik een wetenschapper ben.
Ja, met het intellect en van Freeman Dyson kan je dat, ja. Ja. Maar dat was dus ook, zelfs hij wordt wel echt een rebel genoemd. Ja. Want hij was zo rebel dat hij niet wilde promoveren? Of, nou, ik weet eerlijk gezegd niet meer wat het verhaal was. Maar er was een soort reden dat hij iets stoms moest doen, volgens mij, wat hij stom vond. Of niet uitkwam om een PhD te krijgen. En dat vond hij stom. Maar hij had gewoon zulke goede ideeën dat de mensen hem toch hebben aangenomen. Ja, geweldig. Hij heeft ook in de kwantumveldentheorie een belangrijk inzicht gehad dat het vakgebied verder heeft gebracht. Ja. Ik weet te weinig over om op in te gaan verder. No worries. Fantastisch verhaal. Hey, we waren nog niet. Ga door. Nou, ja, hij is zo oud dat hij kwam naar Princeton op een gegeven moment, volgens mij, naar de Institute of Advanced Study. En hij zag Einstein daar toen ook nog wel lopen. Oh, wat vet! Ik geloof dat hij hem nooit echt gesproken heeft. Misschien even kort op de gang of zo. Ja. Nou ja, toch gesproken. Ik bedoel, ik doe het hem niet na. Ik doe het hem ook niet na. Nee. En hoe oud is dit heerschap geworden, deze beste man? Ja, 96 jaar en 75 dagen zie ik hier. Ja. Net 96e verjaardag gevierd. Ja, netjes. Complimenti. En volgende op de lijst? Of wil jij nog wat meer aandacht besteden? Nou, ik vind het wel mooi. Iemand die ietsje minder oud is geworden, maar wel eerder werd geboren, is Nicola Torello. Dat is een Italiaan. En die is 95 en nog wat geworden. En een half of zo, denk ik. Ik weet niet precies wanneer die... Hij is geloof ik... Ja, nou, dat doet er niet zoveel toe. Hij was een 91-jarige middelbare schoolalumnus. Hij vond het blijkbaar dat het toch eens tijd werd op die leeftijd om zijn middelbare schooldiploma te halen. Oh, wat vet. Heel nice. En waar in Italië? Weet je dat? Dat weet ik niet. Nee. Okay. Hij zei wel op zijn 91ste, I want to learn, ja, vast niet Italiaans, how to use a computer. Oh. Maar dat deed hij nog niet echt. Hij hing op zijn dochter. Oh, maar hij zou blijven leren. Maar ik weet niet, hij leeft dus niet meer. Hij is 95 geworden. Ja. Helaas. Helaas. Een mooi verhaal. Supermooi verhaal. Ja. De volgende is misschien iets om even over te discussiëren. Nelly Bolton. Misschien nooit van gehoord. Al was die wel in het nieuws. Is ook gestorven. 93 geworden. En die heeft op de 91ste... de tekst niet reanimeren op haar borst, zeg maar niet op haar borsten, maar op haar borst laten tatoeëren. Wat? Nee joh. Ja, en het wrange is, als iemand dus, als iemand haar vindt, een ziekenwagen bijvoorbeeld, en zij ligt daar te overlijden, en ze lezen dat, dan moet je per wet volgens mij nog steeds reanimeren, omdat je niet haar officiële verklaring... Nee, klopt. Volgens mij moet dat. Dus zelfs al heb je het op je lijf getatoeëerd met één ding. Ja, dat is het wrange hier. Terwijl, ja, ik vind dat iedereen daar natuurlijk zelf over moet kunnen beslissen. Maar per wet is het dus verboden om iemand op iemands borst, want dat moet ook nog op die borst natuurlijk, met die twee, hoe heet dat? Defibrillatoren. Ja. Waar staat niet reanimeren, klak, reanimeren. Ja, dat is wel... zou jij dat doen? Of zou je zeggen, ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Nee, dat kan natuurlijk ook. Dat kan een heel paar goed. Jaar geleden, een paar jaar geleden zou ik wel reanimeren, nu niet meer. Ik denk, ik heb nu wat meer mensen van een wat oudere leeftijd om me heen gezien. Vanuit mijn vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils, vanuit mijn werk nu. Niet alsof ik de hele tijd met oudere mensen werk, helemaal niet. Maar ik maak hier en daar wel eens wat mee, omdat ik toch aan de grenzen van... zorg en ouderenzorg ook daarmede werk. Op een gegeven moment is het ook goed om te gaan. Het is echt beter. Ja, zeker als ze het zelf aangeven. Hè? Ik bedoel, het is toch wel duidelijk als je de moeite neemt om een tatoeage op je borst te zetten met daarom, niet reanimeren. Ja. Ik bedoel, ja. Nee, koekoek. In principe is er een situatie denkbaar waarbij iemand tijdens in een soort waanidee dat heeft laten zetten of zo, terwijl ze het er later eigenlijk niet meer mee eens waren en de tatoeage staat er nog, maar die persoon was 91
dan zet je niet, nou ja, goed. Ik vind het zo... Ja, sowieso, als je op die leeftijd dood neervalt, het klinkt een beetje raar wat ik nu zeg, maar dan geeft de natuur ook een signaal af, weet je wel? Ik bedoel, als je op die leeftijd... Dan is het misschien ook tijd om te gaan of zo. Dan heeft het lichaam toch zoiets van... Het is toch een signaal van, ik trek het niet meer. Om continu dit oude krakkemikkige lijf voort doorheen, bloed doorheen te pompen. Dus om het dan kunstmatig in stand te houden. Of in ieder geval met die dingen. Dat je er daar weer tot leven wekt. Of juist er hard door laat gaan. Door de tattoo heen brandend. Nee man, ik had er echt, ik denk dat ik er had laten liggen. Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb het nooit meegemaakt, gelukkig. Nee, het zijn ook inderdaad ethische keuzes die ik liever niet neem dan wel, hoor. Want ja, je bent misschien wel gewoon schuldig aan moord dan ineens, weet je wel. Ja, of dood door schuld of nalatigheid, whatever waarschijnlijk. Maar, ja, dat je altijd maar ingedekt moet zijn door de regeltjes, daar moeten we echt iets aan doen. Ja. Maar, ik weet alleen niet hoe. Ja, die regels... Het is ook wel fijn dat die er zijn. Daardoor is moord niet per se... het gebeurt helaas wel, maar niet op de schaal die kan. Als stel, moord is legaal. Dan zou het toch gewoon... ja, natuurlijk, mensen hebben dan nog wel een soort van common interne kompas. Dat je dat niet zo snel doet. 99% van de bevolking denk ik dat er niets veranderd was. Nou ja, het zou heel raar zijn natuurlijk als moord ineens legaal werd. Ja. Maar dan zou, laat ik het zo zeggen, als de wet ineens weg zou vallen überhaupt, ja, dan zouden denk ik niet ineens mensen over elkaar gaan lopen uitmoorden. Nee, want dat denk ik niet. Deden dat ook niet voordat er wetten waren. Nee, klopt. Hammurabi of zo, had hij niet de Codex Hammurabi, is dat niet het eerste wetboek? Ja, een van de eerste vastgelegde wetboeken, daarin dat is trouwens ook een goed voorbeeld van oog om oog, tand om tand. Dat als persoon A de zoon van persoon B had vermoord, dan had persoon B het recht om de zoon van persoon A te doden. Ja, maar dan niet meer. Dat was toen al vooruitgang. Dat klopt, je daar wel stopte. Dat je daar dan wel stopt. Dat je niet dan ook die hele familie erbij uitroeit, bijvoorbeeld. Dat klopt. Nee, ja. En het zit trouwens ook nog wat genuanceerder in elkaar, hoor. Die wettekst zegt niet letterlijk dat en dan. Oh, wat dan? Over een vertakking gesproken, sorry hoor. Wist je dat ik die codexsteen in levende lijven aan den lijven heb ondervonden? Dat ik die in het echt heb gezien. Jeetje, echt? Waar staat die? British Museum? In het Louvre in Parijs het staat. Het Louvre? Maar wow. Wat doet dat in het Louvre? Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. Waar woonde de beste man, het huidige Irak? Die woonde niet aan de Champs-Élysées, kan ik je vertellen. Ik denk, het was toch een Babylonië? Ja, goed. En het Oud-Babylonische Rijk. Dus niet het Nieuwe Babylonische Rijk, maar het Oud-Babylonische Rijk. Dus dat is Eufraat-Tigris, ergens in Irak. Ja, dus dan zou je het in Irak neer moeten zetten. Wat natuurlijk wat minder bomveilig is dan Londen. Parijs. Ja, inderdaad. Dat is wel weer iets, dat je denkt, shit, wat moet je daarmee? Want het hoort daar natuurlijk, het komt daar vandaan. Ik snap dat die mensen, al is de mensen die daar nu wonen, hebben natuurlijk qua etnisch daar waarschijnlijk heel weinig te maken met de Babyloniërs, of wel? Ja, dat is enorm veel veranderd. Enorm veel veranderd. Sowieso, dat Midden-Oosten is altijd, dat is door de eeuwen heen constant qua etnisch profiel veranderd. Het beste voorbeeld daarvan is trouwens wat wij nu Turkije noemen. Dat heeft een etnische mengsel meegemaakt. Smeltkroes. Ongelooflijk, ja. Ja, dat is echt bizar. Bijvoorbeeld de Osmanen, de Ottomanen, dat waren eigenlijk Turken. Daar komt de naam Turkije ook vandaan. Turken, dat waren steppennomaden. Dus dat waren net als de Mongolen. Dat waren mensen met, even plat gezegd, dat bedoel ik met alle respect, maar met spleetogen. Die op de steppes van Azië en dan Oost-Azië dan een beetje... Wel de in het midden daarvan, dus wat we nu Mongolië noemen, Tajikistan, Turkmenistan, etc. Turkmenistan, dacht ik meteen, En zij waren, Turken waren dus zo'n steppennomade volk. En je had verschillende van dat soort Turkvolken. En een van hen waren de Osmanen. En die hebben gewoon uiteindelijk toen in Turkije de macht in handen gekregen. Dat betekent niet dat dan ineens die hele bevolkingsgroep... Ze werden wel met Turks aangeduid, maar het is niet dat ze etnisch dan allemaal hetzelfde waren.
Dat is natuurlijk een heel groot. Ik bedoel, er is een machtsverschuiving. Je hebt een nieuwe elite. Maar dat betekent dat de mensen in de street niet allemaal ineens er heel anders uitzien, natuurlijk. Maar goed, ik zal het even parkeren voor een andere keer. Want daar is zo'n enorme hoeveelheid smeltkroes geweest. Dat komt natuurlijk ook omdat, hè, we zeggen het nog steeds van de stad Istanbul. Daar ontmoeten Europa en Azië elkaar. Daar is zoveel verkeer door dat wat wij nu een land noemen. Zo, dat Turkije, dat is als je van het oosten naar het west ging, ging je vaak door Turkije. Dat was vaak de veiligere routes. Dat is nog steeds zo, begrijp ik. Als je dat wil doen, dan ga je. Ik zal het even parkeren hoor, want anders gaat het te ver uitweiden. Maar dat is fantastisch interessant. Wij kwamen hier volgens mij terecht. Codex Ja, Maritima. ik wil nog wel even terug over dat ethische. Wat moet je daar nou mee? Ja. Ten eerste hebben we het wel over iets dat echt, echt lang geleden neergezet is. Dit is een 83e eeuwse wet. Dus ja, 8220 in de Human Era kalender. Is klopt. Dit dat is bijna 38 eeuwen oud. Klopt, wat is 38 eeuwen oud? 3800 jaar geleden, klopt. Ja. Zo. Dus ja, wie kan daar nog aanspraak op maken eigenlijk? De geografische locatie. Maybe. Maar als ja, etnisch volgens mij in ieder geval niet meer. En ja, je ziet wel dat IS en zo, als die daar even gaan huishouden, die hebben toen in Palmyra ook allemaal oude beelden kapot gemaakt en zo. Klopt, Jos. Ja, dat is gewoon lastig. Kijk, dingen als de Elgin Marbles, dat naar Griekenland terug moet. Ja. Die staan in het British Museum. Dat zijn marmeren beelden die gewoon van de Acropolis zijn afgestolen door de Britten, ik weet niet hoe lang geleden. Door meneer Elgin, geloof ik. Hè? Lord Elgin of zo? Elgin? Elgin misschien wel. Ja, ken je ze? Nee, ik moet eerlijk bekennen. Ik ga het even opgoogelen, want misschien heb ik het tijdens mijn studie opgoogelen. Dat is ook lekker Nederlands. Even kijken Komt hoor. Hem, ja. Elgin. Oh, wacht. Ja, dit doet wel wat bij mij rinkelen aan belletjes in ze mijn zijn hoofd. Laatst nog in het nieuws geweest. Maar kijk, van Griekenland kan je natuurlijk niet meer echt zeggen dat het daar onveilig is. Nee. Voor allerlei bombardementen. Er zijn wel Britten die dat zeggen hoor. Van ja, ze kunnen er niet goed zelf voor zorgen. Maar dat vind ik wel heel paternaliserend. Is dat het woord? Ja, klopt. Jos, ik weet het. Dit zijn natuurlijk gewoon de Friezen van het Parthenon. Ja. De Friezen en de Metopen overigens heet dat. Hè? Dat is, de ene heet het ene stuk heet het Friezen. De andere heet het Metopen. Is ook een lekker goede term trouwens. Ja, ik heb dat ooit al op school moeten leren. Maar ik weet er nog maar één. Dat zijn de kanalures. Weet je dat zijn? Nee. Als je zo'n zuil hebt, een zuil, dan heeft hij van die geulen. Ja, allemaal. Klopt. Dat zijn de kanalures. En ken jij dan ook de soorten zuilen? Weet je, je kent de drie. Doris, Ionisch, Corinthisch. Heel goed, Doris, Ionisch, Corinthisch. Uitstekend, in één keer goed. Heel goed. Wist jij trouwens dat metoop voorhoofd betekent? Oh, wat chill. En het is ook echt het voorhoofd van het gebouw natuurlijk. Ja, soort van. Een soort van, ja. Als je, ja. Inderdaad, helemaal waar. Ja, nee, je hebt gelijk. Nee, ik vind dat gewoon terug moet naar Griekenland. Wat doet dat in hemelsnaam nog in Londen? Leuk stad hoor, Londen. Ja, en ik snap dat het vet is om collecties bij elkaar te hebben. Ja, tuurlijk. Maar in dit geval, het is gewoon een onderdeel van het Parthenon. Het is gewoon uit elkaar gehaald. Ja. Het er weer terug. Ja, want het is ook, ja, Parthenon is er nog. Het is er nog. Ja, er ontbreekt. Om wat, omdat meneer Elgin dat leuke beeldjes vond om mee te nemen, had al het hele Parthenon meegenomen. Ja. Inderdaad, het is hetzelfde als dat je een stukje van de nachtwacht afknipt en dat in Hongkong in een museum gaat hangen. Ja, bedoel, what the fuck, dat is een goeie. We hebben de nachtwacht hier hangen, dan kan dat stukje ene lapje er ook nog wel bij hoor. Ja. Echt waanzin. En je zou ook niet zeggen van, ach, het is zo'n groot schilderij, knip maar een hoekje af. Nee. We hebben genoeg. Nee, dat hoort gewoon compleet te zijn. Zo, dat is wel een leuke gedachte inderdaad. Dat is zo groot, dat ik kan best wel opgeknipt worden. Het is ook wel waar. Er kan best een hoekje af en is het meeste is nog steeds bewaard. Maar ja, het is ook idioot. Ja, inderdaad. Ja. Nice, heerlijk. Oké, hey, ik leid je steeds af, zoals we vaak. Dit is meer gewoon, een lijstje is leuk, maar het is een leidraad voor discussie. Hè? Ja. We gaan gewoon een beetje, we zitten gewoon een beetje te lullen. En ja, om er ergens over te hebben steeds,
doen we dat zo. Ja. Ja, heb je een keer een goed gesprek, probeert iemand een touw aan vast te knopen? Ja, die vond ik zo. Dat was een loesje, hè? Dat was een loesje, ja. En jij wees mij erop dat loesje en loes, als in loes de loesje business. Ja, met O-U-C-H-E. Ja, dat klinkt precies hetzelfde. En ik dacht ineens, fuck, volgens mij dat is waarschijnlijk geen toeval voor mensen die zoveel met woordgrappen bezig zijn. Nee. Loesje. Ja, natuurlijk. Maar hoe kan het dat ik daar 30 voor moest worden? Of misschien was ik nog net 29. Om dat, nee, ik denk het niet. Om dat in te zien. Ja, inderdaad. Ja, maar ja, helaas... Sommige dingen die gaan gewoon een heel leven langs je. Ja, klopt. Maar dat is ook nog wel leuk. Stel dat je namelijk alle leuke dingen van het leven al gelijk in een heel korte termijn, dan is ook misschien... Het is ook leuk als het een beetje opgeknipt wordt. Dat je nog verrast wordt op een later moment. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Nee, dat houdt nog wat easter eggs, zeg maar, in je leven. Maar goed, we hebben genoeg inderdaad over Nelly Bolte gesproken. Met, Nelly Bolte. Niet reanimeren en zo. Ik weet eigenlijk niet hoe ze is gestorven. Dat, ik wou net zeggen, is er inderdaad iemand die gehoor heeft gegeven aan het tattoo? Want in ieder geval, ze is niet meer bij ons. Dus de hart is... Ze is niet meer... Nee. Nee, ze is dus helaas echt wel overleden. En weet je welk jaar zijn ze overleden? Human error. In 17, ja. Oh, 17, ach. Dus vijf jaar geleden al. Vijf jaar al. Ja, dus ze is, ze leefde nog maar iets van 2 jaar. Ja. Ah, sneu. Ja. Wel een beetje een rock'n'roll dame, dat je dat op je borst laat. Nou ja, als je er ziet, ik had een keer een filmpje van haar gezien, vond ik dat eigenlijk heel, ik vond het een best wel truttig vrouwtje. Maar ja, ik vond dit wel een hele coole move. Want een tattoo zetten, dat is, ja, ik heb het nooit gedaan, maar het is geloof ik niet onpijnlijk. Nee, dat je daar niks van ik doet. Heb het nog nooit gedaan. Het was geen henna tattoo, geloof ik. Nee. Ja, nee, het schijnt echt pijn te doen, inderdaad, dat klopt. Ik had een jongen op mijn studie dat tattoo gedaan. En je moet het ook de eerste paar dagen dan insmeren met een bepaald soort zalf en zo. Anders kan het gaan irriteren. Dan kan het het kan helemaal misgaan, inderdaad. Ontsteken, bah, ja, maar ja, ze vond het duidelijk waard. En, het ging er natuurlijk denk ik ook meer om het punt te maken, ethisch, moreel, weet je wel, dan om haar eigen leven. Ja. Want mensen moeten daar toch gewoon zelf over kunnen besluiten en daar ben ik het mee eens. Snap ik. Nee, helemaal waar. Alright. En wij gaan van deze dame naar de volgende op de lijst en dat is? Dat is weer een dame en dit is een ijzeren strijdster, Bertha de Bot. En Bertha de Bot... Een Vlaamse, die kreeg op haar 90ste verjaardag 90 bakken, dat zeggen ze in België voor een krat, Jupiler bier. Oh, 90 kratten? 90 kratten bier. Oh, ze dronk haar eerste glas op de 17e en er was thuis blijkbaar veel bier beschikbaar. De vader dronk er ook graag eentje. En ze was vanaf de eerste slok verkocht. En toen zei ze, ja, en dus ben ik steeds meer gaan drinken voor de smaak van het bier, niet voor de roes. Want ik ben geen alcoholiste die geen dag zonder de drank kan. Toen ik onlangs 2 weken in het ziekenhuis was opgenomen, dronk ik alleen maar water. Het smaakte niet, maar het ging wel winnen. Geweldig! Wat een fantastisch verhaal! En in het begin moet ik ook zeggen, ze begint pas na 11 uur, hè, 's ochtends. Oh, en om 8 uur 's avonds stopt ze, en dat betekent dat ze elke 3 kwartier... een flesje opentrekt. I beg your pardon? Dat was echt, dat gemiddeld dronk ze elke... Hoeveel bier dronk ze per dag gemiddeld? 16 flesjes per dag dan ongeveer. Dus ze zegt... Ik verzet in 2 dagen... In 3 dagen verzet ik 2 bakken. 2 bakken in 3... 2/3 krat per dag. Dat is 2/3 van 24 is 16. Wat is dit voor iets fantastisch? Waarom heb ik nog nooit van deze vrouw gehoord? Wat een waanzin! Ja, weet niet, dat haalt dan gek genoeg het nieuws niet. Ik weet het ook niet. Ja, dit wil ik in het nieuws lezen. Ik denk dat ik al op het einde van de avond. Ik ga altijd al met de trap naar mijn slaapkamer. En ze is zo'n hartstikke kriek, maakt het middagmaal klaar, bla 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 bla. En de dokter zei, nou ja, als jij er geen last van hebt, laat haar dan maar drinken tegen de zoon. hij vond haar alleen niet een stichtend voorbeeld. Wat een fantastisch verhaal dit, man. Jeetje. Ja. 90 kratten. Poeh.
Dat is een lekker verjaardagscadeau. Zo. Ik zou toch een volle week plezier van hebben, denk ik. Ja, precies. Ja, 90. Nou, daar doet zij dus inderdaad anderhalf keer zo lang. Nou, daar doet zij dus 4,5 maand mee. Hey, en hoe zat het met de corpulentie van deze dame? Was ze vol slank? Nou, niet vol slank. Nee. Maar ook niet. Ja, kijk, als je 90 bent, ben je vaak ook niet. Heb je ook geen BMI van 45. Nee, klopt, maar 16 bier, dat zijn een hoop koolhydraten op een dag. Holy moly. Ja, ik denk dat ze weinig anders nuttigen. Ja. Als ik zo zie. Geweldig. En allemaal jubilair dus, denk ik. Anders krijg je die 90. Ja, nou ja, dat scheelt natuurlijk wel. Dat zijn kleinere flesjes. Ja, ja dat klopt. Dat is toch 25 versus 30 centiliter. Dus dat is toch mooi, maar een zesde minder. Dat scheelt toch een slok op een fles. Ja. Maar ben je het ook met haar eens? Vind jij dat ook een lekker biermerk, Jupiler? Ik vind dat lekker, ja. Ja, ik vind dat echt een van mijn favoriete biermerken. Het is zelfs mijn favoriet. Ik vind het echt heerlijk. Hertog lekker, Jan, een beetje boterig of zo. Een beetje boterzacht. Ja, ja, echt, het slobbert fantastisch. I love it. Samen met Hertog Jan. Ja. De minste. Ja, nou ja, ik heb een anekdote hierover. Ik heb in een vriendengroep waarin een paar mensen zo fan zijn van Hertog Jan dat ze, dat ze het logo daarvan op hun been getatoeëerd hebben. Over tatoeages gesproken. Nee, joh. En die zijn toen ook uitgenodigd door de fabriek om daar een keer langs te komen kijken. Want dat vonden ze toch wel heel, heel cool dat mensen dat deden. Yeah. En dus ik kwam op een gegeven moment in de kroeg een keer op een verjaardag bij ze. En ik zei, wil je een Hertog of een Jupie? En eentje werd, oh boos, wow, wat natuurlijk super, niet te zuipen. Ja, het was al wat later op de avond. En, dus ik vraag aan de barman, zou je mij één Jupilair en één Hertog willen geven? Met de Hertog Jan in het Jupilair glas en de Jupilair in het Hertog Jan glas. Dus ik kom naar hem toe en ik zeg, nou neem nou één slokje Jupilair. En dat was dus Hertog Jan. Ik ga even terug, geef het nog eens een kans. Hij een slokje. Gast, nee man, dat is niet te zuiver. Oh, want dat is wel Hertog Jan. Dit is Jupilair. Oh, het was wel gemeen bij eigenlijk. Oh, wat een heerlijke anekdote. Fantastisch. Oh, ja. En heeft het zijn beeld veranderd? Of is hij nog steeds verstokt Hertog Jan aanhanger? Ik denk dat hij het een minuut later vergeten was. Nee, ik denk misschien als hij nuchterder was geweest, dat hij het misschien wel had geproefd. Maar ook, nou, denk ik eigenlijk ook niet hoor. Nee. Als je de anticipatie van wat je gaat drinken, bepaalt al zoveel hoe je het gaat ervaren, zeg maar. Ja, klopt. Ja, en weet je wat ik dus ook zo grappig vind? Hetgeen waaruit je het drinkt, is zo beïnvloedend voor de smaakbeleving. Heb je wel eens bijvoorbeeld een frisdrank gedronken, een colaatje uit een mok of zo, uit een dikke mok. Ja, gek is dat. Hè? Of Red Bull uit een glas. Dat vind ik ook altijd heel raar. Cool. Is ook raar. Is allemaal gewoon raar. Nee. Nee, ja. ik ben gek op glas. En hoe dunner het glas, hoe lekkerder ik de drank die erin zit, vind. Ja. Nou, dat is geloof ik algemeen wel zo, ja. Ja, hè? Ja, ja, dunner het glas. Zo'n fluitje vind ik vaak ook chiller uit een vaasje en zo. Ik ben dus alleen. Trouwens, dat moet ik ook even zeggen over taps consumabelen gesproken. Ik begin dus, helaas schoorvoetend, langzamerhand, toch een beetje een koffiedrinker te worden. Ik heb echt toch helaas moeten buigen. Ja, de tirannie van de koffiedrinker is toch te moeilijk. Ik denk dat je maar werkt, of niet? Nou, het is gewoon, ik moest de afgelopen week tot heel laat vaak werken, 's avonds. En dan de volgende ochtend weer vroeg op. En ik, ja, sorry, maar ik heb dan echt iets nodig om me wakker te houden om nog zinnige dingen te zeggen. Ik ben echt uitgewoond. En koffie helpt wel. Ja, het is niet leuk. Ik gebruik het ook niet echt als om iets van te genieten. Totaal niet zelfs. Maar het helpt wel. Ja. Dus, maar en op een gegeven moment had ik zelfs dat ik dacht, ik zou een kopje koffie lusten. En toen dacht ik, wow. Ja, dus het is, jeetje. Dat Gallische dorpje dat zo lang heeft zijn stand weten te houden tegen het Romeinse Rijk. Ik vrees dat ook die langzamerhand toch zijn meerdere moet erkennen. Het is niet anders. Ja. Maar goed, sorry. Dit allemaal nog, naar aanleiding van die fantastische Bertha de Bot, zei je toch? Met Bertha TH. De Bot, ja.
Bertha met TH inderdaad. En Bot gewoon BOT. Okay. En helaas, ook 2 jaar geleden is zij ons ook ontvallen. We hebben nog geen één levende gehad, geloof ik, vanavond. Nee. En de maar zij werd, we hebben het over de 90ste. Zij is uiteindelijk 96 jaar en 306 dagen geworden. Ja, wow! Het is gewoon bijna 97. Dus hoeveel bier zij gedronken moet hebben. Nou ja, vanaf de 17e begon ze te drinken. Vast niet met 17, vast niet met 16 flesjes per dag. Maar, dus toch wel, ze heeft toch 80 jaar gedronken. Ja. En een groot deel van die 80 jaar misschien toch wel, nou, misschien toch wel gemiddeld 10 flesjes per dag. Ja, ja, ja. Dus dat is 80 jaar keer 10 is 800 keer 365. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ik denk dat Jupiler zijn aandelen ook wel echt ziek zijn gekelderd nadat die vrouw is overleden. Ja, precies. Afname gewoon. Ik denk dat dat zijn bijna 300.000 biertjes. Het zal me niks verbazen dat op particulier niveau zij misschien wel voor misschien wel een procent bij wijze van spreken verantwoordelijk was voor alles wat er door particulieren werd gekocht aan kratten en zo. Weet ik niet hoor. Maar 16 bieren op de dag. Dat het niet eens in de buurt komt, helaas. Oh, ja. We hebben het hier over een factor. Nou, laten we zeggen dat veel mensen 2 biertjes per dag drinken en zij 16. Ja, dat is dan 1/8. Dat is 8 keer zoveel. Maar er zijn meer dan 8 mensen op aarde. Ja. En ook in België. Ja. Er zijn 8 miljoen mensen in België of zo. Dus het is eerder een paar parts per million. Dus die gaat helaas niet op, denk ik. Ik vrees dat ik die episode van ons over numbers weer even terug moet luisteren. Ja, ik geloof dat kwantitatief leren denken, dat kan ik misschien hier nog eens inzetten. Maar goed, het is tijd voor een levend iemand. En eindelijk is het een goede goeieling, een goedzak. Want die heeft de Nobelprijs van de Vrede geworden. En dat is de onomstreden goedzak Henry Kissinger. Holy moly, Henry Kissinger. Leeft hij nog? Die leeft nog. En die wordt in mei... Of die is in mei 99 geworden. Oh, even checken of hij eigenlijk nog steeds leeft. Ja, anders had ik het wel gehoord. Ik denk dat zo'n bekende naam. Weet jij eigenlijk dat hij is verbonden aan de... Ja, ik denk meteen aan de Vietnamoorlog. Ja, klopt. Ja, hij leeft nog. Ja, hij wordt, dus in mei wordt hij 100. Dat is 99,5. Ja. En dik, jongen. Oh, trouwens, inderdaad, over hoge BMI's gesproken. Je kan wel eens een foto van Henry Kissinger fat of zo opzoeken. Ja. Nou, hoe die leeftijd heeft kunnen bereiken met zo'n uitpuilende pens. Ja. Kan niet anders zeggen. Wonderbaarlijk. Maar ja, jij zegt altijd, met slechte mensen gaat het altijd goed. Case in point. Ja. Maar waarom is hij zo slecht of goed eigenlijk? Nou, hij heeft wel de Nobelprijs van de Vrede gewonnen namelijk. Ja, dat is heel raar. Want sommige journalisten, mensenrechten, advocaten, activisten... die hebben echt gezegd dat het een oorlogsmisdadiger is. Ja, hij is betrokken geweest bij de Chileense coup en de Vietnamoorlog. En dat klopt. Nee, hij heeft wel echt wel wat op zijn kerfstok hoor. De Nobelprijs van de Vrede... Ik weet dat hij waarschijnlijk allemaal met goede bedoelingen deed. Maar hij is niet de eerste die in mijn hoofd opkomt om hem te geven. Laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Nee. Maar hoe kan... Ja, oké. Okay, ja. Ja, het is vreemd. Bizar verhaal. Misschien kunnen we daar nog wel eens een keertje even over. Want het is ook een fantastische tijd. Die tijd ook. Hè, de jaren 60, jaren 70. Qua muziek. Qua popcultuur. Ja, qua muziek kwam. Zeker, ja. Films. Apocalypse Now. En, dus dat is kunnen we nog een keer... Space Race. Misschien kunnen we daar ook nog wel eens een keer... een soort van timestamp aflevering van maken. Hè? Waarbij we eventjes proberen een tijdsgeest een beetje te bespreken. Wat we tof vinden aan die tijd. En dan zal deze meneer ook nog wel even langskomen. Meneer Kissinger. Hij was trouwens ook een beetje een schuismarcheerder. Zo ik begreep. Hij was een rokkenjager, moet ik zeggen. Een rokkenjager, dat moet ik zeggen. Ja. Wat is het verschil tussen een schuinsmarcheerder en een rokkenjager? Oké, een schuinsmarcheerder gaat echt vreemd actief, natuurlijk. Ja, dus een schuinsmarcheerder is een rokkenjager, maar een rokkenjager is niet per se een schuinsmarcheerder. Je kan ook zelf in rokkenjagen. Maar deze man was wel getrouwd met Anne Fleischer vanaf
49 tot 64. En Klinkt daarna ook sinds. wel bekend. En daarna tussen 64 en 74 was hij een. Hoe zou ik het zeggen? Een bronstige bachelor. en toen op, in 74 is hij weer getrouwd met Nancy Kissinger. Ja. En heb je enig idee wanneer die Nobelprijs ongeveer kreeg? Of wanneer eigenlijk nog belangrijker, wanneer die de rol die hij vervuld heeft om dat te krijgen, wanneer dat allemaal speelde? Een beetje begin jaren 70 ook, rond die tijd, denk ik. Ja, kijk, hoogtepunt Vietnamoorlog is tweede helft jaren 60. Dus 1965, sorry, 11.965 en 11.970. Dus ik dacht dat het al in de 70s nog doorging. Maar dat, zeker, het ging nog ver door in de 70s. Tot omstreeks 75 zelfs. Na 73 wel, was het echt wel zo goed als voorbij. Maar er waren nog steeds militairen aanwezig tot daarna. Beetje de focal point, dat is echt tussen 68 en 72. Dan is okay. Het is echt de gaat best wel hard. Ja, klopt. Dan heb je al die En toen was de beste Kissinger, die was dus ook gewoon al, dat zal zeker voor de wat jongere luisteraars best wel lijpsen, want die vinden natuurlijk de 70s, ik ook hoor, heel lang geleden, maar hij was toen gewoon wel al 50. Ja, daarom. En ja, hij loopt nog steeds rond. Hij loopt nog steeds, ja, dat is bizar. Ja, want als je in die tijd teruggaat, mensen dachten toen zo anders, die jaren 70, dat zie je in dat Mad Men, in die serie ook zo goed. In het begin van die serie, hoe de relaties waren tussen mannen en vrouwen, hoe de relaties waren tussen witte mensen, gekleurde mensen, normen en waarden, het was bizar. En er is zoveel veranderd in die, sindsdien, in de hele sociale omgangsnormen, in die hele westerse samenleving, zoveel veranderd. En hij was al 50. Dus hij was, voor hem was wat in de jaren 60 veranderde al zoiets van, oh, dat is wel een beetje iets van de nieuwe generatie hoor, weet je wel. En hij loopt nog steeds rond. Slechte mensen gaat het altijd goed. Het is bizar. Ongelooflijk. Ja, echt lijp. Heel vet. Ik vind het, ja, Kissinger een ontzettend vet bizar. Terwijl, je zou dus niet zeggen dat het een rockenjaar is. Hè? Het is nou niet echt een Casanova, als ik heel eerlijk ben. Hè? Nee, vind ik ook niet. Als ik hem zo zie. Nou ja, ik weet niet hoe die er vroeger uitzag. Het lijkt een beetje Noam Chomsky, vind ik. Maar, nou ja. Dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. Mr. Kissinger. Ongelooflijk. Voor de mensen die hem echt niet kunnen uitstaan, zullen we niet te lang op hem blijven hangen. Wel nee. De volgende die staat in de startblokken om besproken te worden. Ja, we hoeven ze niet allemaal even lang. Kijk, de vorige episodes heb ik er heel veel over geslagen, maar nu het meer gewoon een beetje als leidraad voor discussie gebruik, vind ik op zich wel lachen om ze gewoon de meeste wel even te noemen. Deze zal jij bijvoorbeeld heel erg. Maar ik weet eigenlijk bijna niets over hem. Het is gewoon één feitje. Ene Job Santema. Die heeft 60 jaar bij het Rode Kruis gewerkt. Ja, ik weet verder eigenlijk niks van hem. En hij is 2 weken voor zijn 96ste verjaardag overleden. En die heeft dus iets van. Ja, tot zijn 95ste, van zijn 35ste tot zijn 95ste of zo. Heeft hij daar vrijwillig? Ja, is hij vrijwilliger geweest? Kan je dat niet? Ja, dat weet ik. Kijk, je kan bij het Rode Kruis werken als in dat je er een baan hebt, hè? Dat je er betaald voor krijgt. Je kan ook vrijwilliger zijn bij het Rode Kruis. Hij was echt vrijwilliger, ja. Dat weet ik ook nog. Hij heeft ongeveer €1 miljoen opgehaald. Wat een held. Wat leuk, wat goed. Ja, tof. Leuk, hè? Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ik ben zelf vrijwilliger geweest bij het Leger des Heils dan een jaar. Dat was dan wel iets korter. Ja, daar dacht ik eraan. Ja, het was wel ietsje korter. Het was 7 maanden. Maar dan was ik er wel elke donderdag de hele dag. En dan begon ik om 8 uur 's ochtends. En dan was ik bezig tot 3, 4 uur 's middags. Soms ietsje later. Echt een hele dag. En heel veel vrijwilligerswerk. En dat zeg ik natuurlijk met alle respect. Dat is fantastisch. Maar veel vrijwilligerswerk is natuurlijk veel korter dan dat. Ik had bijna een werkdag per week vrijwilligerswerk. Dat is helemaal niet erg. Dat koos ik zelf voor. Dat wilde ik zelf. Maar veel mensen die bijvoorbeeld, zelf als mensen zeggen, ja, ik ben al 30 jaar, ik ski al 30 jaar. Maar ze skiën eigenlijk 30 jaar lang. Eén keer per jaar, ja. Eén weekje per jaar en dan ook niet de hele dag.
Weet je, dat bedoel ik een beetje. Ik vind dat dan, met alle respect, dat zijn wel echt skiers. Kunnen beter dan ik. Veel beter dan ik zelfs. Ik pak er helemaal niks van. Maar ik vind dat wel een verschil. Ten opzichte van een professioneel skier die ook 30 jaar, maar die dan elke dag, de hele dag op die latten staat. Dus. Ja, dat vind ik ook, ja. En ik denk dat niet dat hij één keer per jaar, dat hij met 60 keer rondlopen 1 miljoen Nee. ophaalt. Nee, ik denk niet dat hij één Denk keer, dat één avond in het jaar een rondje liep in zijn wijk om wat centjes op te halen. Nee, ik denk dat het wel echt een doorgewinterde vrijwilliger was. Maar leuk. Dat denk ik ook. Fantastisch. Ja, leuk dat hij dat doet. Heel mooi. Meer van dat soort Ja. mensen. Maar helaas, Ja. Maar helaas is het helaas wel. is hij niet meer. Hij is bijna 96 geworden, dus niet te klagen, maar. Nee. Ja, ietsje, nog iets ouder, maar liefst 2 dagen ouder, is Peter Vaughn, maar daar wil ik ook liefst wel aan wijden. Dus ja, dat is, vind ik een geweldig acteur. Die speelde in Game of Thrones Meester Aemon, een 102-jarige, ja, een grandmeester. Zegt dat jou iets? Dus dat is een soort van dokter, wijze, denker. Ik weet niet precies of er een modern equivalent is van een meester. En dat schrijf je dus ook echt Maester Oh, in het meester. Engels. Ja. Nee, ja. Vet. Ze zeggen meester in het Engels, maar Leuk, vet hoor. Ja, ik heb het wel hij was eens. 92 toen hij die opnames deed en zo, maar hij is slechts 93 en drie kwart geworden. 2/3. Ja. Oeh, de volgende, die gaat, ja, kan jij waarschijnlijk nog meer over vertellen dan ik. Dat is Stan Lee. Stan Lee, oh wat vet. Ja, nee, Is zeg maar alleen dat vooral hoor. hij was niet van jouw slag comics, hè? Nee, kijk, Stan Hij is Lee, van al die die is van de Marvel. striphelden. Ja. Ja, hij is van Spider-Man en de Hulk en Fantastic Ja. Four, Iron Man en de Ja. X-Men. En ik moet zeggen, en ik weet dat ik daar geen vrienden mee maak, en dat zeg ik met alle respect, ik vind het hartstikke tof hoor. Maar ik ben niet zo'n dikke superhelden. Ik ben als ik me ergens fan van ben in dat genre, dan is het Batman. Maar Batman is natuurlijk geen superhero. Batman is rete sterk, rete slim en rete rijk. En daar doet Ja, hij het mee. vooral Hè? rete rijk ook en rete slim, dat is ook wel zo. Vooral rete En rijk, rete inderdaad. Maar eenzaam ook, geloof ik. ja, hij was ook pittig eenzaam, dat klopt. Maar ja, Toch ik meer vind. self-made man. Ja. Maar de superheroes van Stan Lee, nou ze zijn niet allemaal van Stan Lee, maar die vanuit de Marvel, Die die hebben mainstream allemaal mini powers, Thor. bovennatuurlijke powers. Ja, Ja, met alle respect, dan dat kan vind ik het ik ook. dan, ja, dan kan ik het ook. Als ik ook, hoe noem je dat, van dat soort spinnenwebspul uit mijn aderen kan schieten, prima, ja, dan kan ik ook de wereld redden. Nou ja, oké, misschien dan nog niet. Maar dan kan ik met goed trainen alsnog best wel wat moois doen. Batman, ik snap dat hij heel erg rijk is, allemaal waar, maar die moet het wel hebben van zijn push-ups. Hè? Die moet wel keihard beunen elke dag om dan s'nachts Ja. al die gasten op hun bek te rammen. En ik denk Weet dat hij je? ook wel, net als Trump, een redelijk setje ouders had, financieel gezien. Ja, tuurlijk. Ja, nee, Bruce en hoe heet die vrouw ook alweer? Bruce, zijn vader heet Thomas. Thomas Wayne. Ja, klopt. Nee, die waren natuurlijk ontzettend rijk en allemaal waar. Nee, Stanley is heel tof hoor. Hij is recent overleden, toch of niet? Ja, Weet ik. helaas is hij ook Ja. niet meer, bij Ja. ons. Nee, want hij deed dus tot nog recent heel veel cameo's in dat soort Marvel superhero films. Dat Oh, hij echt? even Oh, wat kort leuk. even langs kwam. Dat is natuurlijk hartstikke cool. Want ja, hè, ik bedoel, het is geweldig. Ik ben dan misschien niet de grootste de fan van superhero. Maar het is fantastisch wat die man heeft gemaakt. Hij heeft Spider-Man Ja. bedacht. Hij heeft heel veel van die heroes bedacht met leuke verhalen. Gewoon van die guys bedacht, zonder overdrijven, 40, 50, 60 jaar geleden. En die nog steeds tot de verbeelding spreken. En miljoenen, miljarden euro's verdienen. Dus die Ja, man kan miljarden wel echt iets. sowieso. Ja. Ja, hij heeft echt iets heel erg tofs. En wat ik ook leuk vond, hij heeft een guitig jong gezicht. Hij heeft een Ja, en beetje hij was een. ook altijd nog veel. Hij was heel, ja, vrolijk, guitig, ja, inderdaad. Maar en bezig ook, want ik ken hem eigenlijk van iets anders, van Stan Lee's Superhumans. Dat is een documentaire over echte mensen met superhuman abilities. Dus extreme kracht, mensen die een koekenpan kunnen oprollen. Of Wat? Bestaan er die mensen? drie. Ja, hè, wat? Bestaan er mensen die koekenpannen kunnen oprollen? Ja, die bestaan dus. Nee, joh. Kosten ook wel moeite hoor, maar die hebben zulke sterke handen. En dan gaan ze dus ook echt metingen doen in die aflevering naar die handen. En dan zien ze ook echt, ja, er is ook echt iets wat lijpers aan hun fysiologie
dan bij de andere gewone stervelingen. Er is een guy die kan, geloof ik, 3 ampère door zijn lichaam laten gaan in lampjes en in blenders laten branden. Dat met de stroom helemaal draait, bedoel ik natuurlijk. Yeah, ja, hij zegt hij ook al, dan wordt het wel even zwart voor mijn ogen. Dus volgens mij is het heel gezond wat hij doet. Maar die had dus ook een soort hele andere soort huid. De geleiding van zijn huid was heel anders waardoor hij dat kon. En hij kwam er geloof ik achter. Doordat hij was van zo'n werker die aan het elektriciteitsnet werkte. En toen stond er gewoon een keer zieke stroom op. En waar iedereen dood van was gegaan, overleefde hij net, geloof ik. Maar toen kwam je dus achter dat hij best wel veel stroom kon hebben. Oh, nou ja. En je hebt mensen die met gehoor, en een blinde guy die kan fietsen door met echolocatie, die gewoon... Nee. En dan zegt hij ook, dan wordt gevraagd, oké, wat staat er nu voor in? En dan zegt hij, klik, klik, klok. En zegt, een telefoonmachine. Het is een, ja, dat heb je natuurlijk nu niet meer, maar het is alweer een 12-jaar oude serie. Ja, heel, en die kon dus gewoon fietsend door te echolocaten, zodat hij blind was. Dat is dan echt een Batman. Want zo zien weermensen toch ook. Ja, inderdaad. Ja. Holy smokes. Hij heeft de echte Batman gevonden. De echte Batman heeft hij ontdekt. Hij is misschien dan niet van DC Comics. Maar jeetje, wat een bizar verhaal. Ik wil dit zien. Waar kan ik dit zien? Ja, nou, dat weet ik niet. Maar het heet Stan Lee's Superhumans. Het komt uit 12.010 HE. Okay, en het heeft ook nog 2 vervolgseizoenen in 13 en in 14 gekregen. En dit allemaal verschijnt hij zelf ook ten tonele. Ja. En dat, in die laatste was hij dus inderdaad al zeker iets van 91. Oh, wat vet. Oh, wat nice. En hij is... Oh ja, die laatste is ook nog een guy met een ziek rekenvermogen. Die zou sneller dan een calculator zijn. Dus dan, die kan uit zijn hoofd 3e machtswortels van 8-digit numbers trekken. Weet je wel. Sneller dan mensen het in een rekenmachine kunnen invoeren. En ja. Toen hebben ze zijn brein ook onder een MRI gelegd. Yeah. En toen bleek dus dat, volgens mij was het zo dat een deel van wat normale mensen met hun... Ja, je hebt daar een bepaald centrum voor of zo in je hersenen, dat daar rekent. Ja. En bij hem was dat voor een deel uitgelopen in zijn motorische centra, waarmee hij beweegt, waarmee hij coördinatie regelt en zo. Dus hij gebruikte daar echt meer voor. Er gingen echt andere delen op lichten bij hem dan bij anderen. Dus, als we daar meer controle op krijgen in de toekomst, dan kun je dus ook, daar zit daar zoveel flexibiliteit in. Je weet ook al dat mensen die bijvoorbeeld doof of blind worden, die kunnen veel beter horen na een tijdje en vice versa. Ja, ja klopt. Dus als we dat op een gegeven moment, als we daar een beetje beter aan kunnen sleutelen, joh, dan kun je mensen, kunnen we zoveel meer. Augmented meer superhumans, dan krijg je lijken. Ja. Heel fijn. Hij is helaas dus ook al een jaar of 3-4 dood. Ja. Maar hij is wel 95 en 319 dagen geworden. Dus ook niet te klagen. Bijna de 96. Gesproken, lieve Josie. Ja, let jij ook een beetje op de tijd? Ik let een beetje op de tijd. Wij tikken bijna de, as we speak, de 58 minuten aan. Dus is het misschien leuk om met Stan Lee te eindigen? En dan laten we eindigen bij de laatste persoon die minder dan een eeuw geleden geboren werd. Oh, heel goed. Daar zijn we namelijk bijna. Ja, tuurlijk. We zitten al in 22. En de volgende, om ook nog een beetje gender diversity toe te passen. De vrouw, want die hebben we nog helemaal niet gehoord. Oh, natuurlijk wel. Bertha de Bob, Nelly Bol. Ja, maar die waren... Ja, maar deze is wel echt beroemd geweest. Deze is namelijk de enige die in de top 10 rijkste mensen ter wereld heeft gestaan. Vet. Liliane Betancourt. Met 40,1 miljard. Dit was in 12.015 HE. Yeah. En zij was bezitter, baas, CEO, ik weet het niet. Ja. Van L'Oréal. Oh, cool. Is zij ook de oprichter geweest van die toko dan? Als ze zo loaded is? Of... Die toko, ja. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat kan ik wel zien. Yeah. Oh, wat vet. L'Oréal Paris, no? Nou, ik snap gelijk met je mee. One of the principal shareholders. Dus ik weet het niet. Nee, precies. Oké. Okay. Oh, misschien natuurlijk wel. Ja. Dus die wordt... Hoeveel had ze, zei je? Hoeveel? 40 miljard. 40 miljard.
Dat is toch ja, wel lekker. 40 miljard, 7 jaar geleden, hè? Dus dat was ja. nog veel meer waard dan het nu is. Ja, inderdaad. Ja, ja, holy shit. Kan je aangeven, dat is zou dat nu prima 50 of 55 miljard zijn, hoor, denk ik. Zo, dat is toch 15 miljard. Stel je dan even voor dat je wakker wordt, Jos, en dat je denkt, kijk heel even mijn saldo in mijn Rabo-app. En dat je dan dat er in één keer gewoon 55 miljard op je rekening staat. Maar dat ja, is lekker, zeg. Maar dat is lekker, zeg. Ik denk dat ik me dan wel een broodje zou halen of zo. Of in ieder geval iets om het een beetje een succesje te vieren. Yeah, ik zou daar ook wel een klein vreugdedansje van maken, ja. Ja. En misschien een eiland kopen of zo, of een land, of een weet ik veel. Jeetje, waanzin. Oké. Hey, deze vrouw is dus helaas ons ook ontvallen. En wat is er met haar geld gebeurd? Bestaat dat toch? Volgens mij is dat in haar familie gebleven. Maar vraag me inderdaad af hoeveel belasting je daarover moet betalen. dat zou lekker geweest zijn voor de Franse staatskas. Zo, daar is die hele Eiffeltoren voor gebouwd waarschijnlijk. Jeetje, wat ziek. Ongelooflijk. Oh, we hadden toch moeten stoppen. Ah, ik zie nu ineens. Ik had hem nog niet geüpdate, maar ik zie dat zij inmiddels. Oh ja. Zij is 100 jaar en 4 weken ongeveer geleden geboren. Dus we hadden eigenlijk wel moeten stoppen na Stanley. Dat maakt helemaal niks uit. Dat is helemaal niet erg. Het is niet echt per se. Knippen we eruit. Het is niet per se beton gegoten, hè? Dat voorzitterschap dat ik nee, doe. Ik hou gewoon van strakke afbakeningen. Ja. Nee, en tot slot nog, zij is dus helaas wel ook overleden, ook al 5 jaar geleden. Maar ze is wel 94 jaar en 335 dagen. Dus 1 maandje voor de 95ste. Met 40 miljard. Nou, er zijn levens slechter besteed, denk ik. Of slechter. Met minder plezier geleefd. Ja, dat weet ik trouwens misschien. Dat ze het hele leven doodongelukkig. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Because there is such a thing as being rich and miserable. Hè? We hebben van Ellen Watts geleerd. Mm. Ja. Oh, dankjewel. Ja. Hey, ik wil je ontzettend bedanken, Jos. Voor weer een uitmuntende lijst aan enerverende interessante personen. Om eventjes de revue te laten passeren. Ja, leuk. Ja, ik vond het leuk om over te praten. Wij hebben een beetje de al dan niet invented tradition van eindigen met een pakkende quote. Die idealiter van toepassing is op het gesprek in kwestie. Het onderwerp in kwestie, ja. En laat het nu zo zijn dat ik denk ik het perfecte citaat heb gevonden. Ja. Van Dylan Thomas. Dat is misschien iets... Kun jij misschien nog wat over vertellen? Of wil je dat de volgende episode doen? Nee, dat is wel leuk om te vertellen. Dat deze beste Dylan Thomas, dat is een van de kroonjuwelen uit, ik meen, Welsh. Ja, hij is uit Swansea, dat klopt. Hij is een Welsh poet from Wales. En de beste man, die hield al van een lekkere borrel. En dat zie je ook terug in de laatste... althans, zo wordt aangenomen. Laatst gesproken woorden die hij als levend persoon uit heeft gesproken. Namelijk als volgt. I've had 18 straight whiskeys. I think that's sorry. I think that's the record. En toen is hij samen met zijn suikerziekte die al in zijn lichaam was, ineengezakt. Ah, wow, wat een laatste woord. Ja. Ik denk back the record. 18 straight whiskeys. Wow. Hey, maar... Oh, is niet oud geworden. Jeetje, dat valt niet in de juiste categorie wat dat betreft. Hij is van 14 tot 53. Hij is 29 of 39 geworden, sorry. 39, ja. Jongen, oké. Hij is gestorven op een verjaardag. 9 november. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En daar was ik hoop ook te sterven op mijn verjaardag. Ja, ook weer omdat het dan een beetje... strakke afbakeningen te behouden. Ja, exact. Maar goed, om nog even terug te kopen op een... Nou ja, in ieder geval niet zijn laatste woorden dan, denk ik. Want die hebben we net genoemd. Dit zijn andere woorden van hem, maar die zijn wel zeer toepasbaar. Oh, hij heeft er alleen nooit echt... Nou ja, het is grappig. Do not go gentle into the good night. Old age should burn and rage at close of day. Prachtig. Veel dank.